Er waren bloemen van dokter Drees voor onze eerste vrouwelijke minister, dokter Marga Klompé. Ook mejuffrouw Klompé zullen we weer als minister mogen begroeten. Er is een nieuwe regering. Een minderheidskabinet van alleen KVP'ers en antirevolutionairen. Dat redding zal moeten brengen in een wankele periode van onze economie. En wens ik u toe dat ook de volgende 50 jaar uw bond zijn goede bijdrage zal kunnen leveren in het belang van zijn leden, in het belang van onze gemeenschap. Nu ga ik even het standpunt van de kunstenaars staan die een bepaalde boodschap willen brengen. Een boodschap die niet inhield dat men de democratie omver wil werpen. Tegendeel, men wil een boodschap brengen voor de vrijheid van het individu en voor de vrijheid van volken. Het enige wat je niet kunt is om ze heen. Want zij brengen verandering. Brengen Nederland verder. Ik vocht ook hard als het nodig was.